één voor Boel. Voor Whitehorse. En dan onderweg met die 15. Fuck, kom in! Oh, daar gaat een turbo. Duidelijk te zien aan het verkleuren van de uitlaatgassen. Elkaar nog iets gevraagd, jongens, dat die vrijdag kunnen veronderen. Herman de Huis en Kees Heekamp. Elkaar boven het voorwiel duim met zichtbaar rood opgroeiend. Ja, dat is het. Aan deze kant, Blomit! Zeker niet moet onderschatten. Iedere afstand boven de 100 meter is in principe hier aan de ketting. Crackback, 10-20.
En op de terugweg van de eerste poging wist hij al precies wat hij de tweede keer ging anders doen. De Haas heeft tijd om de top te laten pakken. Nummertje 3. En wat mij betreft, apen trots, Harry Rammeloeren mag gaan wegzetten. Want de tweede week staat al combinatie, staat op plaatsje nummertje 3, dames en heren. Harry Rammeloeren! En alleen de allermooiste wedstrijd rijden we in Nederland.
Dankjewel. En dan gaan wij door naar plaatsje nummertje 2. Naar eigen wegzet van het geweld van Rino Rockets. Vandaag gestuurd door Frank Bennings. Plaats nummer 2. Rino Rockets. En er blijft er nog één plaatsje over. En wie had daar naar de eerste kwalificatie run al echt op gerekend dat het zo zou eruit pakken? Maar hij stelt zich al vast en wijs, dames en heren, de hoogste trainer. Die is vol op last en Abro! Wat een verraste van de hoogste trainer in de Belgische Beker. En dan komt de wisselbokaal daar nog bij. Felicitaties namens de Beuking, rechter voorzitter. En wil ik hier graag uw laatste applaus, die geweldige waardering horen voor de Supersport Drinks, jongens, drinken!